collega bedankt. Nog één kleine gedachte onder de spaghetti. Als u het boek van Ayn Rand, The Fountainhead, heeft gelezen, en als u dat niet heeft gedaan, zou ik zeggen, schaf het morgen aan. Maar als het mijn lievelingsboek is, Ivo's lievelingsboek, van nog veel meer mensen het lievelingsboek, en ook van de heer Wilders, houdt dat in dat als de hoofdpersoon, de architect,